Paleis 11 is het paleis waar alle merken van Dieteren vertegenwoordigd zijn. En het gaat dan om de personenwagens en de bedrijfsvoertuigen van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra, Bentley, Lamborghini, Porsche, Rimac. Ja, er zijn er heel veel, maar Dieteren is ondertussen ook veel meer dan een invoerder van auto's. En naast mij staat Jean-Marc Ponteville, woordvoerder van Dieteren. Ja, Jean-Marc, meer dan auto's, vertel ik. Kan je er eens even wat meer uitleg over geven? Ja, onze visie voor de komende jaren en voor de toekomst is een echte mobiliteitsecosysteem te bouwen waarin de auto nog een heel belangrijke rol zal spelen, maar de enige rol niet meer. Dus dat wil zeggen dat wij alternatieven moeten vinden om eigenlijk alle stukken van de puzzel te hebben voor wat de individuele mobiliteit betreft. En waarom doen we dat? We zijn ervan overtuigd dat mobiliteit eigenlijk een heel grote bijdrage heeft voor onze welzijn en onze welvaart. Ja, dus Dieteren is nog steeds de garantie voor individuele mobiliteit, maar niet alleen de auto, ook heel wat anders. Kan je er ons iets wat meer over vertellen? Jazeker, wij gaan over auto, over fietsen, over deelwagens spelen, over nieuwe segmenten met de micromobiliteit en ook over combinatie met openbaar vervoer. We staan hier bij Lucien, de fietsenafdeling van Dieteren. Nu, ja, ik zie Lucien staan en ik denk meteen aan Lucien van Impe, de bekende wielrenner. Maar dat is niet de bron van de naam. Toch, je hebt gelijk. Het is een leuke knipoog aan Lucien van Impe natuurlijk. Maar er is ook een Lucien bij Dieteren, een zekere Lucien Dieteren, die toen een belangrijke beslissing neemt. Hij heeft de business van Dieteren heroriënteerd van de luxueuze carrosserie naar het invoer van wagens met in die tijd Studebaker, Paccar en Oberen bijvoorbeeld. Dus een strategische beslissing voor de toekomst. En vandaag zijn we opnieuw in een situatie waar wij opnieuw ver in de toekomst moeten kijken, een nieuwe strategie uitlijnen en dat is de reden waarom wij in de fietsenbusiness zijn gestart. Ja. Vandaag al met 11 winkel en dat is duidelijk met het oog op de leadership te nemen, ook in dat domein hier in België. Net zoals bij de auto's, dat je ook marktleider wordt bij de fietsen in ons land. De fietsen worden sowieso een belangrijk stuk van de puzzel. Ja, en Jean-Marc, met fietsen hadden we nog voertuigen met wielen, maar ja, waar ik hier sta, daar zijn geen wielen meer te zien. Inderdaad, dat is een totaal nieuwe activiteit. De naam is EDI, Electrics by Dieteren. En we hebben dus EDI gestart om te helpen naar de transitie naar de elektromobiliteit. En hoe doen we dat? We doen dat door de installatie van laadpalen. Maar onlangs hebben we ook een andere beslissing genomen. We zijn dus nu ook actief in de energieproductie met een aantal ladepanelen. We hebben Go Solar, dus de bekende Vlaamse firma, overgenomen. En zo komen dus een audit bij u maken, een laadpaal is zonnepanelen installeren en eventueel ook een batterij voor u thuis, zodat we daar ook een volledige elektrische ecosysteem hebben om dus de elektromobiliteit te vergemakkelijken. Dus je kan zeggen van ik neem een auto van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda via Dieteren, inclusief de laadpaal en de zonnepanelen en de thuisbatterij. Inderdaad, en dat is dan voor Dieteren een eerste stap in een andere sector, in de sector van de energieproductie. Hier zitten we in wat zowat de sympathiekste auto van het hele autosalon moet zijn, maar is het wel een auto, Jean-Marc? Dat is wel een vervoermiddel dat situeert zich tussen de scooter en de auto. Dat is de Microlino. De Microlino is eigenlijk een nieuw segment, een segment van de micromobiliteit. Een kleine stadswagen waarin dat wij dus met twee kunnen. Er is wel een koffer. Het is misschien aangenamer bij slecht weer als op een scooter. En dat is zeker heel gemakkelijk te parkeren. Dat in bepaalde omstandigheden kun je auto ook dwars parkeren en dus direct op de stoep uit de auto springen. En kan je dan met een gewone rijbewijs B mee rijden of kan je er ook zonder rijbewijs mee rijden? Het is wel met een B-rijbewijs omdat de maximale snelheid van de auto 90 km per uur is. Okay. En de rijbereik varieert tussen 90 à 240 km afhankelijk van het type batterij dat in je auto in. Oké, dus een volledig elektrisch auto. Volledig elektrische auto dat u kunt gemakkelijk laden na uw wasmachine bijvoorbeeld. Dus geen specifieke lader nodig en in 3-4 uur tijd is de auto terug volgeladen. En waar wordt die verkocht? We beginnen eigenlijk de commercialisatie van de Microlino dus bijna nu vandaag. Dus hier op het salon en die wordt dus online verkocht, maar er is wel een showroom in de Maniestraat in de hoofdkwartier bij de importeur. We
We hadden al de auto's, we hadden de fietsen van Lucien, we hadden de laadoplossingen en de zonnepanelen van EDI, we hadden de Microlino en er is nog zoveel meer. Ja, inderdaad. Bijna meer dan 25 verschillende merken met diensten en producten, waaronder bijvoorbeeld de steps van Poppy, de deelwagens van Poppy, maar ook applicatie om de openbaar vervoer met de auto te kunnen combineren. De toekomst is eigenlijk veelzijdig en we zijn echt van plan om dat nog verder te ontwikkelen. Ja, en de toekomst is te zien in Paleis 11.